Wat voor een ander heel erg goed is, was voor mij normaal, want die zag ik heel de dag. En dan is nota bene mijn broer nog de allerbeste. Dus op een gegeven moment zie je en voel je het gewoon. Kijk, ik kan iedereen een stoot leren maken, maar er zijn meerdere aspecten om een goede vechter te zijn. Ik heb de sportschool overgenomen van Ramon en mijn vader. En toen kwam er natuurlijk een hele grote bak stront overal uit van ja, kijk, hij heeft het allemaal gekregen en het is allemaal makkelijk gegaan. En toen had ik op zoiets van ja, als het allemaal zo moet, hey, van mij hoeft het niet hoor. Maar ja, ik vond het zo leuk en het ging eigenlijk zo goed. En nu ben ik 12 jaar verder. Ik heb de legacy heel goed voortgedragen. Ik ben nog steeds verliefd op de sport. Ik vind het nog steeds een van de mooiste sporten op aarde die je kan beoefenen. En menig mens die de sport van een afstand ziet en dan ziet van dichtbij, die krijgt er ook een heel ander beeld van. Het is gewoon een prachtige sport. Hoe ik met die sport in aanraking ben gekomen, ik deed eigenlijk tennis en voetballen, maar ik wou altijd kickboksen. Omdat natuurlijk, ja, mijn broer op tv en die gingen weer weg naar Thailand vechten, mijn pa en mijn andere broer Carlo. Iedereen was goed, wedstrijden, dus ik wilde dat ook. En mijn moeder heeft me echt weggehouden, maar ik wilde dat vroeger al. Dus toen ik 12 was, had ik zoiets van, nou ga ik trainen. En ik was ook gewoon echt goed. Ik heb best talent voor kickboksen. Dus ik vond het ook echt heel erg leuk. En ja, nogmaals, die sport is gewoon geweldig. En ik wilde het al zo graag. Dus ik ben eigenlijk gewoon, ik heb handschoenen aangedaan, ik ben gaan trainen en ik ben nooit meer gestopt eigenlijk. En ik heb nu mijn eigen kampioenen gemaakt, dus het heeft mij nu nog meer voldoening gegeven. En waarom? Dat komt ook door mijn broers en mijn pa, die mij hebben laten zien, je moet niet opgeven jongen, je moet verder gaan. Dat is de way of life die ik van hun mee heb gekregen. En nu heb ik aan iedereen laten zien van, hey, snap je, het zit toch in de familie. It runs in the blood, fuckers. Ja.